Wat is het verschil tussen een succesvolle ondernemer en een niet succesvolle ondernemer? Toen ik startte als VA was ik al een aantal jaar ondernemer. En ik ben op mijn 26e ben ik gestart met mijn eerste onderneming. En dat was meteen heel erg succesvol, waarin ik meteen het eerste jaar een ton draaide. De jaren daarna bleef mijn bedrijf stijgen, maar ik heb daarna ook dalen meegemaakt. Ik heb daarna ook andere dingen geprobeerd als ondernemer die niet succesvol waren. Nou, toen ik startte als VA heb ik meteen heel goed aangegrepen en ben ik trainingen gaan volgen die mij naar een hoger level brachten. Want ik wist best wel wat ondernemen was, maar ik had nog nooit echt geleerd wat online ondernemen was. En dat zijn de skills die ondernemers vragen aan je. Dus ik ben dat gaan leren en binnen anderhalf jaar tijd had ik een omzet van 80.000 euro als VA, wat ik echt super goed vond en ik was er echt super blij mee. Toen ik mijn bedrijf startte, de VA Business Academy, is dat ook in een sneltreinvaart gegaan en gaan we nu richting 500.000 omzet per jaar. Nou, dat komt niet aanwaaien. Er zit namelijk een groot verschil tussen succesvolle ondernemers en niet succesvolle ondernemers. Allereerst ga ik even opsommen wat niet succesvolle ondernemers doen. Wat doen die? Allereerst, ze willen alles zelf doen. Ik herken dat. In het begin heb ik ook alles zelf gedaan, omdat ik niet eens wist van trainingen volgen, opleidingen volgen, zonder echt jarenlang de schoolbanken in te hoeven. Dus alles zelf willen doen. Nou, toen ik als VA startte, heb ik dat geskipt. Dat heb ik al gedaan toen ik 26 was en dat heeft gewerkt, maar dat werkte niet in het VA-schap. Punt 2. Als je niet succesvolle ondernemers zijn, bang om te investeren, durven geen geld uit te geven omdat ze bang zijn om te verliezen. Punt 3, ze doen maar wat. Ze denken van goh, dit is belangrijk, dat ga ik doen, maar er zit geen strategisch doordacht plan in. En buiten dat laten ze zich niet coachen of trainen door mensen die verder staan dan zij. Wat doen succesvolle ondernemers die echt naar de top groeien? Allereerst, die investeren in kennis, nieuwe kennis. En zeker als VA, je hoeft niet veel te investeren in materialen, noem maar wat. De enige dingen waar je in moet investeren is kennis. Want met die kennis ga jij bedrijven verder helpen. Ga jij bedrijven helpen te groeien. Dat is waar ondernemers voor willen betalen. Het tweede ding wat succesvolle ondernemers ook veel doen is naast het investeren in nieuwe kennis ook boeken lezen. Ze durven ook, en dat is het derde punt, ze durven ook dingen te onderzoeken en te testen. Of het werkt of niet werkt. En dan schaven ze bij. En het vierde punt is dat zij ook een strategisch doordacht actieplan hebben. En dat plan dat stellen ze niet alleen op, nee, dan kom ik meteen bij het laatste punt. En dat is dat zij zichzelf laten trainen en coachen door een business coach. Samen stellen ze een strategisch plan op waar naartoe gewerkt wordt. Over alles is nagedacht. Ik ben heel erg benieuwd tot welke doelgroep jij je aangesproken voelt. Voel jij je een succesvolle ondernemer, ook al ben je het nog niet, maar voel je dat je het in je hebt en voel je dat je die skills kan ontwikkelen? Laat het me hieronder weten en ik vind het super tof als je een reactie achterlaat.